Vanaf voorjaar 2000 wordt Studio Spaan uitgezonden vanuit het Olympisch Stadion in Amsterdam. Eerst was Café Vak Zuid de locatie, daarna het zalencomplex van Meeting Plaza. Vandaag is het warm. Het is maandag 17 juni 2002. Het WK voetbal is in volle gang. Theoretisch begint de redactievergadering het schrijven van de cabarettekst door Erik, deze spreker, Julien Bracco-Gartner en Diederik om 10 uur. Niet iedereen is altijd op tijd. De woorden file en eitunnel klinken nogal eens. Maar 10 seconden zijn nog wel goed. Hey, daarom, als je hem hard raakt. Terwijl wij koffie drinken, het schrijven zo lang mogelijk uitstellen en het WK doornemen, knipt en plakt de productie en bouwen de mannen van het decor, het geluid en het licht. Mezelf onderdrukken en uitbuiten. Maar goed, ik was op weg naar de... Maar ga niet om. Dat was op weg naar de grote James Cook. Ik was echt naar Sydney, naar de grote kapitein James Cook conferentie. De Columbus van het Pacific. Diederik zal vandaag Boudewijn Buug spelen. Vandaar James Cook. Een uitgelezen tegenspeler voor Buug is Ed de Groei, die natuurlijk van niks weet. Dat is standaard procedure. Ed, kerk heb ik James Cook. Ja, ik ken maar. Ik weet eigenlijk alleen dat hij nooit een jetlag had. Ja, dit is leuker. Ja, ik vind een jetlag is leuker. Ja, dit is langs van krijgen, maar een jetlag. Ik krijg geen jetlag. Ik krijg geen jetlag. Ik heb wel schuurwerk, maar geen jetlag. Ik heb wel schuurwerk, maar geen jetlag van. Naast ons redactiehok doet de meterkast dienst als make-up en schminkruimte voor de meisjes van Head Affairs. Ik moet mijn uitkering Duits boek. Blijf toch de laatste klas zijn gevaarlijk. Thuis heb ik maar één Duits boek over voetbal, mijn trainingskamp. Maar is... Blijf ik recht te schrijven, een aantal bijzonder onorthodoxe trainingskamp. Ja, hij is een beetje raar boek, maar ja, hij draagt wel oplossingen aan de schrijven. En dan heb ik hier ook een heel klein boekje van Bram Cohen. En daar is hij ook aan begonnen, maar dat heb ik op een of andere manier niet afgemaakt. Dit zijn de stukjes op de DVD die je dan beter gewoon eraf kan laten. Griselda Visser. In gesprek met jouw vader. Zo. Het is een eerste druk. In gesprek met jouw vader. Zo buitengewoon. Ik heb een keer een stel vrienden meegenomen naar het circus. Ik heb een keer kaarten gehaald van Julio Iglesias. Het mooiste deel van de dag is toch altijd wel de schmink, ook wel grim genoemd. Dat is het moment waar het eigenlijk om gaat bij de televisie. Joan en Ingrid zijn degene die dan anderhalf uur aan mijn lijf gaan plukken. En met name het bijpunten van mijn borst gaan ze al vandaag weer. Joan en Ingrid zijn er al lang aan gewend dat Erik zijn crickettorso op elk moment van de dag aan hen en aan zichzelf in de spiegel wil tonen. Vara Gids. Een historisch document. Dat is een eerste druk van de Vara Gids. In juni 2002 moet je kijken. Het heeft bijna niemand, maar ik natuurlijk wel. In mijn bibliotheek. De tekst wordt natuurlijk ondersteund door de metamorfose in hun karakters van Erik en Diederik. Daarvoor gebruiken ze kaalkoppen, snorren en andere beharing. Een procedé dat later met veel succes zou worden toegepast door de ploeg van Jack Spijkerman. Het is gewoon 100% van die kijk. Heerlijk. Nou nee, maar in wezen kun je er dus net zo goed uitzien als je maar wil. Maar als je de verkeerde stem hebt, dan schiet natuurlijk geen klote op. Hè. Doe je het zacht met de ogen, maar het schiet gewoon op geen enkele manier klopt het. En bovendien breng je vast je fans in verwarring. Dan zetten we de ogen op slapen. Halverwege gesprek sukkelt Ed lekker een beetje weg. De gast van vandaag is Ed's vriend en collega, Edwin van der Sar. Dan de repetitie. Eerst met stand-ins, als onder andere de fameuze Bertus Holkema.
En daarna komen de hoofdrolspelers zelf. Oh. Ja, ja, nou ja, oké, okay, maar het geld. Welke is goed? Kom maar aan. Hey, deze hadden we dan dus. Jouw laatste zin is. Daar komt hij de rest van het boek niet meer overheen. En dan gaat Henk meteen door naar het kistje. Dus de reactie van Ed de Groei over Harry Vermeegen gaat er helemaal uit. Ja. Elke week proppen zich 150 mensen in de tot studio omgebouwde stadionlounge. Ze worden opgewarmd door mensen als Howard Komproe, Jan-Jaap van der Wal en hier stand-up comedian Roewee Verveer. Nog maar 10 wedstrijden en het wereldkampioenschap. De inleiding wordt los opgenomen. Het is hier echt te warm, we moeten het snel opnemen. Ja. Clubs en spelers konden het financieel niet eens worden. En daarom kunnen onze kinderen geen plaatjes met Nederlandse voetballers sparen. We hebben storing. We hebben een storing, dan ga ik even in de stadion staan. Totdat de storing voorbij is. Better, dat hoeft niet. Dat vind ik te ver gaan. Edwin van der Zaal. Hartelijk applaus voor de man die dit presenteert. Zonder hem heette het gewoon studio. Applaus voor Henk Spaan. Ken jij James Cook? James Cook? Ja, James Cook? Daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. Oh. Ik heb eigenlijk maar één ding opgeleerd op school altijd over James Cook. Ja. Dat hij nooit een jetlag had naar Australië. Oh. Nou, hij deed 1,5 jaar over om daarheen te varen. Dan kun je nooit geen jetlag krijgen. Nee. Oh. Het is een van de zeldzaamste boeken uit mijn collectie. Je moet je voorstellen, er is er maar één van op de hele wereld. Ja, want de rest hebben woedende lezers weggegooid. Nee. Het is van Griselda Visser. En het heet In gesprek met Jan Wouters. Ik heb een keer een stel vrienden meegenomen naar het circus. Niet. En een keer kaarten gehaald voor Julio Iglesias. Mijn vrouw en mijn schoonmoeder wilden er graag naartoe, dus ben ik ook maar meegegaan. Ik vond dat er leuke nummers tussen zaten. We zijn ook een keer naar Lee Towers geweest in Ahoy. Ik haak dan niet in en ga meedijnen. Ik ben niet zo'n type dat gaat staan en meeklappen. Ik ben een type dat gaat zitten. Ja, dat klopt. Klopt, Henk. Klopt dat? Jan is geen type om mee te deinen. Nee? Hij is meer type Jan Wouters. Hartelijk bedankt, heren. En elke week opnieuw blijken we weer een minuut of 4 te lang te zijn. Omdat we maar 1,5 uur montage hebben, is het haastwerk om op te sporen wat mag sneuvelen. Wat bijvoorbeeld ook niet werkte, dat was die zwabbers, dweilen, eiersnijers en dergelijke. Dus en Gouda, hè? De glaasje ook niet. Dat haalt dat helemaal uit, man. Dan win je in ieder geval al een minuut. Het is weer gelukt. De band is op tijd klaar. Hij kan naar Hilversum. Meneer Spaan, ja. Wist u dat wij bij PSV tegenwoordig ook op het internet zitten, mijn site? Jullie hebben een eigen PSV-site? Ja. PSV werken wij daar met de 3 W's. Oh ja? Ja. www.psv.nl Dat zijn in ieder geval 2 punten. Ja, dat was 2 punten.